Ze is een groot filmliefhebber en bekenden zeggen over haar dat als ze niet bereikbaar is, ze waarschijnlijk weer eens ergens in een bioscoop of een filmhuis zit. Ik heb het over Fidan. En omdat het ons eigenlijk allebei opviel dat er over films niet zo heel veel meer wordt gepraat op televisie, presenteren wij u Fidans Films. Everybody be cool, this is a robbery! Like Tiffany's. Here's Johnny. Ja, zo Fidan. Even heel snel. Misschien moeten we meteen even bijzeggen, dit is niet gewoon een soort gebbetje. Dit is allemaal voor mij. Ja, dit is allemaal voor jou, maar jij vindt het ook echt belangrijk. Ik vind het belangrijk. Ik vind eigenlijk dat... je ziet al helemaal geen filmprogramma's meer op televisie. Ze zijn uitgestorven. René Mioch, toch altijd? Ja, die was er altijd. Maar ik zie hem niet meer. En ik kan me niet voorstellen dat er geen behoefte aan is. Nou, ik bedoel... Je hebt de telefilm nog wel. Ja, er is wel wat. Zo commercieel als dit... Dat... Ja, ik zag het langzaam verdwijnen. Ik bedoel, met de videotheken die verdwenen... heb ik ook echt wel een traantje gelaten, zou ik niet zeggen. Maar ik vond het wel heel erg jammer. Nou, we gaan er wat aan doen. En ik kijk nog steeds dvd's. Zeker. Dat doen we niet alleen. Niet alleen. Samen. Dat doen we ook met onze gasten hier aan tafel. En we gaan het hebben over klassiekers, dat is misschien goed om te zeggen. De gasten die we daarvoor hebben uitgenodigd zijn regisseur Eddie ter Stal, aanstormertalent Oussema Ahmoud en Esmee van Kampen. Leg je nou te kronkelen, man. Dat is niet echt bevorderlijk, hoor. Wil je wel samen oud worden? Ik wil iedere minuut van ons leven bij jou zijn. Ja, iets waarbij ik bij de tafel ook benieuwd naar ben. Maar ik weet dat het bij jou zo is, of ik merk dat... omdat ik nu een tijdje met je samenwerk. Jij denkt in filmquotes, soms tot op het hinderlijke af. Ja, vind je? Oh ja, ik maak hem helemaal gek. Oh, die film moet je gezien hebben. Of dan kom ik ineens weer met een quote waarvan jij denkt dingen als... I don't have time for this Mickey Mouse bullshit. Gary Oldman in Leon bijvoorbeeld. Of ja, ik heb het heel erg met mijn zussen. We hebben een groepsapp waarin we dus de hele tijd dingen tegen elkaar zeggen... als wanneer er problemen zijn van... We're gonna need a bigger boat van Jaws. Jaws, ja. Ik had een paar... Oh ja, mijn zusje heeft al een beetje een kort lontje... dat we dan wanneer ze boos is zo doen. Sonny in The Godfather. En zo gaat het maar door. Zo gaat het maar door. Ja, je moet wel een beetje... Hebben jullie dat ook? Of, Eddie, praat jij in filmquotes? Nee, maar... Nee, hij is wel normaal. Ik heb meer met voetbal. Nee, maar wat je zegt... Kijk, film is zoiets iets magisch. Dat je gewoon... Het zit iets in je hoofd, hè, in feite. Je ontstaat een verhaal. Dan ga je met allemaal mensen allemaal handelingen uitvoeren... waardoor het op een scherm komt. En op een gegeven moment zie je al die achterhoofden... zie je naar jouw beeld kijken... dat jij als een soort droom had, weet je. Ja. Het is eigenlijk nog steeds... Ik ben er nog steeds niet aan gewend. Het is wel een heel magisch iets. Je fantasie, je hoofd treedt eigenlijk... Ja, je ziet het ook eigenlijk zeggen. Het is een heel raar vak. Het voegt eigenlijk niks toe in de zin van... we bouwen geen ziekenhuizen of wegen of zo, weet je. Maar, nou, we merken in deze tijd waarin bioscopen gesloten zijn... Dat het mentaal toch echt wel belangrijk is. Dat we ergens... Nou, ik in elk geval heb het heel erg met bioscopen. Wat ik met mijn zoontje deed, ik mis dat heel erg. En je mag daar niet over klagen, want mensen gaan dood inderdaad. Maar het is toch voeding van je geest. Ja, maar het komt er weer. Herken je dat, Oussema? Ja, zeker. We kunnen niet meer naar de bioscoop. Je bent ook fan van The Godfather. Ja, zeker. En ik hoor ook de filmquotes. Dat vind ik ook altijd leuk om terug te laten komen. Zoals bij Scarface heb je bijvoorbeeld... The Ice Never Lie, Chico. Oh, die quote hoor je vaak, die komt vaak terug. En wat jij net zegt, ja, de bioscopen zijn dicht... maar er zijn natuurlijk wel platformen waar we heel veel films op kunnen kijken... zoals een Netflix of een Videoland. Maar ja, het gevoel is niet hetzelfde. Dus ik vind het ook best wel moeilijk nu. Gek, hè? Er zit toch echt een magie in dat grote scherm? Ja, tuurlijk. Noem je mij nou breed beeld of niet? Ja, je kijkt mij aan, Rens. Wat is dit nou een keer? En ik ben degene die met wijn zit. Sorry. Sorry, vodka. Nee, het is hier ook zo rustig. Het is ook echt een bioscoopsfeertje. Je ruikt alleen de popcorn nog niet. Maar we zijn nog live. Ik heb bijvoorbeeld ook... ik praat ook een beetje in filmtaal. Ik ben gek van dieren. En met name honden. Dus als ik een hond zie... dan kan ik het niet anders op straat dan... It's so fluffy, I'm gonna die! Weet je wel, van Minions. Dus ja, dat heb ik ook. Ik herken dat wel. Ja. Goed. Sorry. Geef niks. Ja. Ik heb Rens nog nooit zo sprakeloos gezien. Ja, wat krijg ik nou in één keer terug? Dat was hij zeker niet bedoeld. Nee. Wat denk ik wel vaststaat, is dat films altijd heel erg ook is verbonden met veel muziek. Jij bent er ook altijd heel erg mee bezig. Enorm. Dus, kleine verrassing achter jou. Ik weet. Misschien moet jij als enige even je ogen dicht doen en gewoon even luisteren.
De Godfather heb je wel gezien, toch? Heb ik gezien, ja. Ik zie je helemaal glunderen hier. Ja, het is wel een van mijn favoriete films, The Godfather. Waarom? Het geeft je gewoon een inkijk op een hele, hele meedogenloze wereld. Vol geweld en daarnaast ook in combinatie met familie, met eer, wraak. Religie. En ik vind dat heel tof om terug te zien in zo'n film. Van zo'n oude gangster. Dan speel je zelf in de mokromafia. Ja, ja, tuurlijk. Dus ik heb wel inspiratie uit The Godfather gehad. Ja, dat in ieder geval proberen te halen. Zeker. We hebben het over klassiekers. Wanneer is iets voor jou een klassieker, Fidan? Nou, als ik iets echt heel vaak terugkijk. Ik heb er hier een paar van meegenomen. Ik heb er zelf eentje uitgekozen. Zijn we al daar? Wat mij betreft wel. Wat mij betreft ook wel. En niet eentje waarvan iedereen kan denken... oh ja, die kennen we wel en die is bekend, denk ik. Ik weet het niet zeker, maar dat is At Close Range. Met Sean Penn, Christopher Walken. Ik heb er eigenlijk voor gekozen omdat ik ben een enorme fan van Christopher Walken. Dat is gewoon echt crazy, zo praat ik dan ook. Maar deze film is eigenlijk... het is geen blockbuster geweest, maar wel hele goede recensies gehad. Het gaat over de verstoorde relatie tussen vader en de zoon. Sean Penn en de zoon, Christopher Walken, blijkt een narcistische sociopaat. Wat ik er ook mooi aan vind, is dat het zich afspeelt. Hij is white trash. Het speelt zich af binnen een kansarm milieu in Amerika. Ja, een jongen die ze dan daaruit probeert te klimmen en dan enorm hunkert naar liefde. Zijn biologisch vader, ik zou het kort houden, biologisch vader eindelijk ontmoet. Zullen we een stukje kijken? Dat is goed, ja. Before they got you twisted, you must have known something, you must have felt it. I gave you money, I gave you a car, I took you in. But don't that mean something? Means what? Means what? It means I got feeling for you. What fucking feeling? I care. What do you... I love you. What? Is that what you want to hear? I love you. Yeah? Oh, je ziet de angst. Heel manipulatief. Het is zo een goede film. Echt een buitenbeentje destijds. Maar en gebaseerd op waar gebeurde feiten. Dus alsjeblieft, kijk het. Aanrader mee. At Close Range. Eddie, welke heb jij meegenomen? Ik heb Una Giornata Particolare meegenomen. En waarom doe ik dat? Ik hou van films die iets zeggen over een tijdsgeest... of over wat er tussen mensen gebeurt. Ik ben minder geïnteresseerd in een plot. Het gaat mij toch meer om scènes, om personages, om dialogen. En hier is er sprake van een huisvrouw die een fascistische man heeft. En in Rome, op de dag dat Hitler op bezoek komt... dat Mussolini Hitler ontvangt. En op die dag, een bijzondere dag... leert ze haar buurman, een homoseksuele intellectueel... leert ze beter kennen. En die komt eigenlijk haar wereld binnen en er komt met hem een hele nieuwe wereld binnen. Van zachtheid en van begrip. Terwijl buiten, zeg maar, de hardheid. De fascisten marcheren. En daar leert ze dat ze meer is dan alleen maar een broedkip voor de natie, zeg maar. Stukje zien? Ja. Ma come non ti ha fedele? Mi sembravi una moglie felice, sicura. Fedele. Ja, zo'n klein stukje maar. Ja, maar dan moeten ze maar helemaal gaan zien. Dat is echt een belangrijk... Hoe er een wereld voor haar open gaat. Who's next? Oussama? Ja. Welke film ik heb meegenomen? Wat is jouw klassieker? Ik heb een film, maar Risala is daar één van. En American Gangster, waar Denzel Washington in speelt. Vind ik ook een hele mooie film. Omdat ik daarmee ben opgegroeid. En... ik was vroeger altijd heel veel buiten, tot laat. En dan zei mijn moeder altijd, ja, kom naar huis. Om 8 uur moet je thuis zijn, want dan gaat het licht uit. Of dan gaat het licht aan, bedoel ik. En dan zei ik, ja, ik ga toch nog even voetballen. En dan zei ze, ja, we gaan American Gangster kijken. En dan wisten dat ik gelijk om 7:30 al thuis zou zijn. Dus, dat was het lokkertje. Maar wat vind je zo goed aan die film? Ik vind de manier van spelen van Denzel Washington vind ik heel tof. Ook heel veel acteurs die zeg maar, nu op dit moment wat ouder zijn... zoals een Idris Elba of een Cuba Gooding Jr. die spelen daar ook in en die waren wat jonger. Dus je ziet heel veel de ontwikkeling zeg maar, als je naar de films van nu gaat kijken... en een American Gangster. Zul ik zien? Ja, graag. The most important thing in business is honesty. Integrity, hard work. Family. Never forgetting where we came from. Thank you, Sean. See, you are what you are in this world. That's either one or two things. Either you're somebody,
or you're nobody. Be right back. Ja, Esme. Jij hebt een klassieker uitgekozen. Ja, die, echt klassieker. Ja, die staat ook op mijn kijklijst. Die kunnen mensen op de website... Op tafel ook, zie ik. Er zitten een paar hier op tafel. Maar ik vind, zoals wij een verplichte leeslijst hebben... zou er ook een verplichte kijklijst moeten zijn. Dat die staat op de website. Maar Pulp Fiction? Pulp Fiction, is jouw keuze. Van de grote Quentin Tarantino. Die heb ik gekozen omdat Quentin Tarantino heeft echt een enorme... moet ik zeggen, macabere geest en kijk op hoe je eigenlijk ook een beetje gangsterfilms. Hij maakt eigenlijk altijd films met thema's, met verschillende personages die allemaal iets moeten overkomen. Of ze moeten allemaal mensen heel bloederig vermoorden. Weet je wel? En in Pulp Fiction, die heeft trouwens een Oscar voor beste scenario toen gewonnen. Maar ik heb een fragment genomen van Quentin Tarantino, van die Pulp Fiction. Omdat zijn beste stempel is gewoon dat hoe macaber ook een situatie is... en hoe heftig er spanning is tussen een good guy of een bad guy en een moordenaar... hij heeft het dan over de meest dagelijkse dingen. Hmm. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is... dat er dat je eigenlijk iemand op dat moment wil vermoorden. En ik heb dus een fragment meegenomen van Samuel L. Jackson en John Travolta... die dan een gijzelaar meenemen naar hun maffiabaas. En ze zitten te kibbelen over dat Samuel L. Jackson wil stoppen. En er gebeurt op dat moment, vraagt John Travolta aan de gijzelaar... wat vind jij nou van deze situatie? Terwijl die gijzelaar eigenlijk weet... ja, ik denk dat ik dood ga, maar ik zal maar eerlijk zijn. Waarop op het eind wordt hij per ongeluk doodgeschoten. Spoiler. Ja. Oké. From here on in, you consider my ass retired. Jesus Christ. Don't blaspheme. God damn it. I said don't do that. Hey, you know, why are you fucking freaking out on us? Look, I'm telling Marcellus today. I'm through. Well, why don't you tell him at the same time why? Don't worry, I will. Yeah, and I bet you $10,000 he lasts his ass off. I don't give a damn if he does. Marvin, what do you make of all this? Man, I don't even have an opinion. Well, you gotta have an opinion. Ja, en op dat moment dan gaat dat geweer af. En dan schiet zijn kop eraf. En dan zegt hij, oh, damn it, I killed Marvin! Okay. Ik dacht, laat het niet zien, maar je vertelt het zo beeldend. Ja, sorry. Er zit veel geweld in jullie keuze. Misschien tot slot, Eddie, wat is het belang van films vandaag de dag voor ons? Ja, het is nog steeds verhalen vertellen, weet je. En er gebeurt zoveel om ons heen. Ik denk ook, weet je, het is ook de moeite waard om gewoon... vanuit je eigen perspectief verhalen te vertellen. Weet je? En daarom vind ik het ook belangrijk, zoals een Tarantino, waar je het net over had, dat die maakt de films die hij wil. Ik zeg ook altijd tegen studenten, maak de films die jij zou willen zien. Dus dan krijgt het een handtekening, de lol straalt er vanaf. Hij maakt gewoon scènes van een kwartier die eigenlijk niets met de dramatiek te maken hebben. Maar gewoon omdat het leuk is om die film zo te maken met die scène. En hij gebruikt ook altijd dingetjes uit zijn eigen leven. Je hebt bijvoorbeeld van Pulp Fiction heb je een personage, Honey Bunny. Dat is eigenlijk een ode aan zijn persoonlijke regieassistent. Mm. Hij heeft ooit een konijn van haar dood laten gaan toen hij op haar moet passen. Dus hij dacht, nou, ik maak het goed door een personage naar je te noemen, oké? Okay? En dat is, nou ja, hij maakt films. I love you, Honey Bunny. Zoveel verhalen. Ja. Het is een voorzichtige verkenning, dit. Ja, dit is de aftrap en we gaan er echt nog uitgebreider... Dat klinkt heel verontschuldigend, maar nee. Ik verheug me erop om hier vaker over films te praten. Zeker. Over mijn klassiekers, over jullie klassiekers en mooie nieuwe films die nog gaan komen. Maar het is nu tijd voor muziek. Filmmuziek uit een van mijn andere klassiekers, The Graduate van Simon & Garfunkel. En wie kunnen dat nou beter zingen dan Nick en Simon?